De winter kan me gestolen worden. Ik kan er niet warm of koud van worden. Ik blijf nog liever in mijn nest. Mijn vrouw vindt het al lang best. Maar zodra nadert de zomer uit het zuiden, beginnen al mijn klokken luid te luiden. Dan is mijn winterslaap voorbij en stort ik mij op bos en hei. Ik heb de zomer in mijn kop, ik ben niet meer te houden. De lucht die zindert van geluk, niemand brengt me van mijn stuk. Straks loopt het uit de klauwen. Want ik heb de zomer in mijn kop. Ik zei wat hier en ik zei wat daar. En de natuur zorgt voor de rest, die laat ik rustig op haar beloop. En dan groeit het als de pest, zo krijg ik puur natuur, puur natuur. Juist in de komkommertijd ben ik op mijn best. De zomer is mijn hoogseizoen. Ik hou me afzijdig van de jacht naar poen. Ik lees geen krant, kijk geen tv. Ik neem de wereld met me mee. Ik zwerf door bossen en ik loer in nesten. Ik voer de vossen als de beste. Een wroetende mol en een darrende bij. Als er natuur is, dan ben ik erbij. Vandaag in Puur Natuur, lekker warm door de zon, de kleren, een warm huis of 's winters onder de wol. Of van mijn part je hele huis in de warme grond. En verder een ver diver van diverse andere onderwerpen die geen reet te maken hebben met, al is het weertje nog zo guur, lekker warm in Puur Natuur. Mag je over? Ik ben niet meer te houden. De lucht die zindert van geluk. Niemand brengt me van mijn stuk. Straks loopt het uit de klauwen. Want ik heb de zomer in mijn kop. Ik zei wat hier en ik zei wat daar. En de natuur zorgt voor de rest. Die laat ik rustig op haar beloop. En dan groeit het als de pest. Zo krijg ik puur natuur, puur natuur. Juist in de komkommertijd ben ik op mijn best. Goedenavond. Middag. Dit is alweer de derde aflevering van de bekende serie Puur Natuur, waar iedereen het over heeft, maar niemand gezien heeft. Hopelijk lukt het u deze keer beter. Mede doordat we die dot zwart, die ik op de schilderij moest maken, hebben weggelaten. Het is vandaag op de kop af 1 december en helaas is, of u het wil of niet, de winter alweer, hoewel nog 3 weken herfst, volop in ons land. En zoals ik zojuist terecht zong, kan de winter mij gestolen worden. En kan ik er niet warm van worden. Ik verrek dan hier ook van de kou. En ik vraag me af waarom ik hier blijf blauwbekken. En niet net als die toevallig overvliegende zwermvogels. Wat zijn dat voor beesten? Even kijken, ja, ik zie het al. Dat zijn zwaluwen. Dus net als die zwaluwen, zodra het koud wordt, naar het warme zuidafreis. Ja, ja. Waarom ook niet? Ik ben hier tegelijk met de zwaluwen aan de Spaanse Costa del Sol neergestreken. Sol, zon, costa, kust, del. Nou ja, zolang ik namelijk hier zit, hoeft bij mij thuis de dure verwarming niet te branden. En dat scheelt zo een paar honderd gulden. Nou, en daar heb ik dan weer de vliegreis van betaald. Hé, hey, wacht eens even. Nou ja, zo doen de zwaluwen 's winters dus. Een ander dier, bijvoorbeeld de egel, hier, vreet zich eerst helemaal vol. Dan graaft hij zich, zodra het wat kouder gaat worden, in een holletje in de grond. En dan blijft hij de hele winter. Hij hoeft er niet uit te komen om te vreten, want hij verbruikt heel langzaam alles waaraan hij zich dik heeft gegeten. Zodra het dan weer zomer wordt, komt hij weer slank en wel uit zijn holletje tevoorschijn. In de grond 's winters is het altijd een paar graden warmer. En daarom bouwen ze in Amerika heuvelwoningen, om zo gebruik te maken van de warmere grond. Maar ja, als je nou met alle geweld hier toch in de kou wilt blijven of moet blijven door werk, of dat je elke week moet opdraven door juist geen werk, dan is onze besparende woning in Leiderdorp juf en het. Even kijken hoe het ermee staat. Adeline? Ja, hallo. Ed. Ja, hallo. Adeline? Ja. Hoe ver zijn jullie momenteel in Leiderdorp? Ja, Ijf. Aan de zonnespouwwoningen in Leiderdorp wordt hard doorgewerkt. Ondanks het rotweer zijn ze al flink end opgeschoten. De begane grond is al helemaal klaar. Ik sta hier op de eerste verdieping. En hier bij deze buitenmuur kan je goed zien hoe het hele huis is ingepakt met een dikke laag isolatiemateriaal. Hier zit 18 centimeter glaswol. Wat zorgt dat de kou er niet in kan en dat de warmte er niet uit kan. Hier zit een spouwruimte van 10 centimeter waar de warme lucht uit de zonnecollectoren doorheen blaast.
En deze muren die worden bij elkaar gehouden door spouwankers, die zie je hier. En het speciale daaraan is dat ze niet helemaal van metaal zijn, want metaal geleidt de kou van de buitenmuur naar de binnenmuur en dat zou warmteverlies betekenen. Maar in het midden zit een stuk plastic, waardoor de kou wordt tegengehouden, want plastic geleidt niet. Hier nog een onderdeel van de isolatie. Veel warmte kan verloren gaan via tochtkieren, vooral bij de ramen zoals hier. En dat komt omdat die kozijnen zijn van hout en hout dat kan uitzetten, maar het kan ook krimpen. En als het krimpt ontstaan er tochtkieren. Hebben ze hier wat op gevonden? Ze metselen deze stenen tegen deze schuine randen van de kozijnen aan. En die vullen ze dan op met een soort... Ja, daar komt het. Zie je? Met een soort schuim. En dat schuim dat is elastisch en dat blijft ook altijd elastisch, zodat ook al krimpt het hout, er toch geen tochtkieren ontstaan. Zodat de warmte binnen blijft. Dat was het. Ijf? Ja, over de sluiten maar. Oké. Okay. En tenslotte kan je je ook nog lekker warm aankleden, zoals ik nu doe. Oh ja, ik zou haar nog even aan u voorstellen. Was beloofd in aflevering 1. Is nu 3 geworden. Adeline Verlier. Tot straks. Het is toch eigenlijk wel heel raar dat iedereen in Nederland, als het daar net lekker warm begint te worden, naar het zuiden vertrekt, waar het dan eigenlijk te heet is. En dat in de winter, als iedereen in huis voor die dure verwarming zit, dan niemand naar Spanje gaat, waar het dan net lekker is. Waarom bent u nou hier in Spanje in de winter in plaats van in de zomer? Omdat het nu lekkere temperatuur hier is. Juist om thuis te ontlopen dat het daar slecht weer is en dat het hier wel waarschijnlijk goed weer is. We hebben wel slecht weer gehad, maar... Het is nu op het ogenblik prachtig weer. Rustiger is. Rustiger. Ja. En beseft u dat u nu hier zit thuis uw verwarming niet hoeft te branden? Nou, dat niet. Heeft u enig idee hoeveel u dat bespaart? Enigszins wel, ja. Behoorlijk. Nou, dat scheelt u 400 gulden per maand. Vanwege die hoge Ja, de gasrekening. Ja? Wat ik gedaan heb is natuurlijk is de boiler uitgezet. De stroom afgezet. En de kachel afgezet op 10 graden als het nog eens zou vriezen. Dus als je gaat uitrekenen 14 dagen lang, wat je dan aan energie bespaart, dat is behoorlijk wat. Heeft u enig idee hoe groot de besparing zou zijn als alle Nederlanders 4 weken in de winter op vakantie zouden gaan in plaats van de zomer? Oh, dat zou gigantisch zijn, neem ik zeker aan, maar ik weet niet hoeveel. Nou, dat is 750 miljard gulden aan gas per jaar. Als iedereen werkelijk 's winters hier op vakantie zouden gaan, zouden we veel energiekosten besparen. Dus ook veel kernenergie niet nodig hebben. Ja, maar zult u zeggen, wat is dat nou voor gelul? Ik heb een gezin en de grote vakantie van mijn kinderen valt in de zomer en niet in de winter. Maar iedereen heeft er toch geen gelegenheid voor? Met kleine kinderen en zo. Kleine kinderen kunnen dus wel, maar de schoolgaande kinderen. Daar heeft die vrouw volkomen gelijk in. Want wie heeft het nou verzonnen om de grote vakantie in de zomer te houden? Waarom niet in de winter? Als dat de overheid vele miljoenen bespaart. En de zomer lekker naar school. Zoals hier. Deze eerste openluchtschool hier in Amsterdam. Hier gaan ze, al is het maar een beetje warm weer, gaan ze lekker buiten werken. Zou jij het leuk vinden om bijvoorbeeld in plaats van zomers grote vakantie te hebben, 's winters op grote vakantie gaan? Nou, ik weet niet. Misschien wel. Je kan echt doen wat je wil. Dan heb je een heel jaar warm weer als je in de winter vakantie gaat en naar een warm land. Heb je een heel jaar warm weer. Nou, voor één jaar zou ik het wel leuk vinden, maar voor meer niet zo. Nee? Nou ja, soms naar de wintersport. Wie weet er nog wat iets? Ja. Nou, als je in de zomer... binnen blijft, dan heb je niet zoveel geld voor verwarming nodig. Ja. Maar in de winter heb je wel verwarming nodig. En dat kan je een heleboel bezuinigen als je in de winter met vakantie gaat. Ja, ik wil het wel, als zou ik die 2 weken die je in de winter krijgt naar de zomer worden verplaatst. Nou, dat ik vond dat je dan die grote wintervakantie dus, wat het dan wordt, over de kerst moet laten vallen. En dan de 2 kerstweken over de 2 heetste zomer. Het is ook veel gezelliger om het gewoon wintervakantie en zomervakantie te hebben. Ja, als ja. In het begin. Nou, ik vind dat het heel gunstig is om in die zomerperiode op school te blijven werken. Juist omdat je dan het mooie weer hebt.
waardoor de kinderen dan inderdaad buiten kunnen werken. Welke school gaat als eerste de grote vakantie in de winter houden en bespaart daarmee zo'n slordige miljard aan energie? Goed, en dan nu, let op. Goed, zo'n zomervakantie in de winter is natuurlijk een goed idee. Maar aan de andere kant zou dat zoveel energie besparen dat daardoor de intrede van de kernenergie in gevaar zou dreigen te komen. En er zou al dat dure geld voor die brede maatschappelijke discussie dus eigenlijk beter aangewend kunnen worden voor bijvoorbeeld onze noodlijdende defensie. Maar goed, ik had het zojuist over de egel die zich in de grond verschuilt als het koud gaat worden. Nou moet hier iemand wonen, ik sta hier namelijk midden in de boesboes ergens in Drenthe, die een man die net als de egel zijn huis in de grond heeft. Dat huis, dat blijft 's winters altijd zo'n graad of 6, kan ook 7 zijn, warmer. We gaan eens even kijken. Nou, die is goed verscholen. Dan zullen de Amerikanen of Russen nog een harde dobber aan hebben. Ja, hier moet het zijn. Dit is het. Nou, dat ziet er al goed uit, zeg. Ja, hier moet hij wonen dus. Ja. Nou, eens even kijken hoor. Helaas was de holbewoner zelf niet thuis. Uit angst dat de bevoegde instanties hem zijn holwoning afpakken of met een bulldozer willen dichtgooien. Want een holwoning in Nederland, nou, ho maar. We zijn nu binnen. We gaan naar de woonkamer. Alles is daar voorhanden. Een boekenkast heb ik gezien. Kijk, hier ziet u stutten van hout. Het is alles van hout van binnen. Dat neemt vocht op, zodat er minder condens is. En nu gaan we naar de keuken. Ja, en daar is de poes. Die zorgt voor de nodige bijverwarming. 2 poezen, een hond en af en toe een leuke vrouw. Er hoeft niet zoveel gestookt worden. 1 kachel is voldoende, want het isoleert als de pest zo'n meter grond op het dak. Er is totaal 100 ton aarde op het huis. En alles gemaakt voor 7500 ballen. Ja, dit is nou toevallig 1 persoon die dat zelf gedaan heeft. Verder bestaat dat bij ons niet, voor zover ik dat heb kunnen laten nagaan door mijn staf. Ja, vroeger had je plaggenhutten en in Limburg grotwoningen. En in België maken ze weer leme huizen. Zie aflevering 7, besteden we aandacht aan. Gaan ze bij ons ook doen. Maar in Amerika schijnen ze al een stuk verder te zijn. Althans, op dat gebied dan. Maar dat ziet u allemaal in aflevering 5, Adeline in Amerika. Dan gaat Adeline op zoek naar holwoningen in Amerika. Tot straks. De winter kan me gestolen worden. Ik kan er niet warm of koud van worden. Maar ja, of je nou naar het warme zuiden gaat of je huis in de grond hebt, je moet natuurlijk wel zorgen dat je er zelf lekker warmpjes bij zit. Hoe meer kleren je aan hebt, hoe beter het is. In Amerika staat de verwarming de hele dag te loeien en dan is het zo'n 24 graden. Zodat je daar bij wijze van spreken de hele dag in je blote kont kunt lopen. Zo idioot warm. Maar wat kost dat niet aan energie? Maar in het van oudsher wat slimmere Frankrijk, daar is een wet die het verbiedt dat je je verwarming hoger zet dan 18 graden. Nou, wat mij dunkt, is dat meer dan voldoende. En dat bespaart per jaar miljoenen guldens aan energie. Of franken in dit geval. Bij ons, ik werkte vorige week voor uitzendbureau Paraat. Kantoor, wat typewerk. Daar stond de verwarming ook de hele dag zo hoog. En toen de zon begon te schijnen, gingen automatisch de zonneschermen naar beneden. Om de zon buiten te houden. Nou, ik als normaal mens zou toch zeggen van als de zon binnenkomt, dat het wordt lekker warm, dan kan je die hele droge verwarming uitlaten. Maar ja. Pelsdieren hebben het nooit koud. En daarom trekken mensen als ze het koud hebben vaak vellen van dieren aan. Kijk maar hier. Hebben we een forse vellen, een jas van forse vellen. 800 gulden. Kijken wat er nog meer is. Hier. Wasbeer. 8500 gulden. Ook aardig. Een jas van netstukjes. 4000 gulden. En hier.
Van hond kan je ook mooie jassen maken. Hond. 1295 gulden. Nog één kleine tip. In wc's hangt vaak een eigenaardige lucht. Erger nog, het stinkt er wel. En daar hebben ze vaak spuitbussen voor. Dat is ook alles niet. Veel eenvoudiger. We nemen een lucifer. We steken hem aan. De kooldioxide vreet alle luchten weg. Het werkt zeker zo goed als een spuitbus. Ijf, heb jij enig idee hoeveel nerds er in deze bondjas zitten? Nee, dat zou ik niet weten. Hoeveel nertsen zitten er in deze bondjas? Stuur uw antwoord naar VPRO, afdeling Puur Natuur, postbus 11 Hilversum. Door de ramen van je huis verdwijnt 30% van de warmte. En dat is pure energieverspilling. Daarom heb ik luiken voor de ramen gemaakt. Lichtdoorlatende. En die gaan er zo voor. Die luiken kosten 170 gulden per vierkante meter. En leveren zo 20 gulden per jaar op. En dat betekent dat je ze na een jaar of 8 hebt terugverdiend. Voor een amateur zijn ze wat lastiger te maken, omdat er wat ijzerwerk aan zit. Je moet het lassen. En daarom heb ik ook Tempex luiken gemaakt. Die zijn veel eenvoudiger te maken en ook goedkoper. Dit is zo'n piepschuimluik. Het is eenvoudig uit te snijden. En de randen plak je gewoon af met plakband. Het is een klein beetje lichtdoorlatend. Maar om dat te verbeteren heb ik er van dat materiaal ingezet van de lichtdoorlatende buitenluiken. Op de rand zet je een magneetclipje en op het glas een staalstripje. Zo'n luik kost ongeveer 30 gulden en je bespaart er 20 gulden mee. En dat heb je dus na anderhalf jaar terugverdiend. 'S Avonds voordat ik ga slapen haal ik het onder mijn bed vandaan en dan zet ik het voor het raam. Als ik dit in het hele huis zou doen, dan bespaart dat me zo'n 250 gulden per jaar. Hoewel ik erbij blijf dat ik nu beter in het warme zuiden kan vertoeven en vandaar deze aflevering van Puur Natuur had willen presenteren, maar Allah, dan mag hier ook nooit niks, moet een ieder van u er wel voor zorgen dat hij zo weinig mogelijk gas verbruikt. Vooral nu onze gasbellen steeds duurder worden gemaakt. En behalve onze besparende woning in Leiderdorp worden er de laatste jaren de ene na de ander allesverbrander op de markt geworpen. Die naam slaat nergens op. Want je moet er gewoon niet alles in verbranden. Dat is bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Als ik er een stuk tapijt in gooi, moet je rekenen op zware metalen en zoutzuur die de pijp aantast en je longen. Geschilderd hout geeft lood in de lucht. Gewoon krantenpapier roet en kankerverwekkend toluïen. Gooi ik er zo'n leren schoen in, dan komt de kwik uit de schoorsteen. Verpakking van melk levert PCB's. Kunststof wil ook wel branden, maar dan krijg je zoutzuur in de lucht en kankerverwekkend dioxine. Dat doen we dus maar niet. Die troep hoort in een vuilverbrandingsinstallatie. Ja, bedankt Toon. Ook hier kun je smakelijk eten. In deze restaurant, hier in Vught, dat luistert naar de naam Eldorado, met uitzicht op de heide, kan je eten dat het een lust is. Maar dit hier was de enige reactie op onze oproep voor restaurants in de provincie Noord-Brabant. Terwijl ze normaal met honderden tegelijk binnenstroom. We hebben zelfs nog een dure advertentie in de Telegraaf gezet. Ook niks. Maar net voordat deze opname begon, kwam er toch nog eentje binnen, zodat we nu hier lekker kunnen gaan zitten eten. Betekent dat naast deze gezellige tent verder in heel Noord- en Zuid-Brabant geen restaurant voor 30 ballen te vinden was. Ik moet zeggen, wie had dat kunnen denken zo vlak voor de carnaval? Gelukkig was het deze keer niet moeilijk om onze keuze op dit restaurant te laten vallen. Ober, kunt u ons even uitleggen wat deze puur natuurgerechten moeten voorstellen? Ja, het koud voorgerecht is een avocado met lauwwarme kippenlevers en een zachte madeira saus. Daarna het kopje soep, een verse venkelsoep met een runderbouillon en wat anijsdrank.
Het hoofdgerecht, dat zijn de kwartels met de groentegarnituur, een cognacsaus en gekarameliseerde appeltjes. Gekarameliseerd, wat is dat? Het zijn appeltjes gebakken in een karamel. Oh, het ziet er lekker uit, het water loopt naar de mond, maar eerst maar filmen die appel. En de bijgaande wijnen, dat is een witte bourgogne en een rode rhônewijn. En het dessert, dat is een parfait van sinaasappel en gramignet. Daarna opgespoten met wat eiwit en even gegratineerd. Even? Oh, vandaar dat het zo goedkoop is. En de toiletten zien er hier ook goed uit. En dat allemaal bij elkaar voor zeggen en schrijven 30 ballen. Kijk, dat is nou precies wat ik... Voor de volgende uitzending roepen we de restaurants op in de provincie Zeeland. En het moeten geen vegetarische restaurants zijn, dat is niet de bedoeling. Gewone restaurants, net zoals hier. Ja. En dus... Limburg ook. Oh, ja, Zuid-Holland, jullie komen ook aan de beurt. Dus wij roepen restaurants op die denken in aanmerking te komen voor het restaurant van de maand. Dus restaurants die verse en gezonde spullen hebben. Nou ja, onze wekelijkse prijsvraag. Ja, toiletten ook, ja. Ja, onze wekelijkse prijsvraag. Welke pindakaas moest Ijf kiezen? Wacht even. Nou, de reacties waren weer overweldigend. Er waren dit keer ook een heleboel uit België, maar die waren helaas allemaal fout. Helaas allemaal fout. Ook andere kinderen hebben ingestuurd. Zoals hier heb ik Albert Heijn pindakaas. Omdat het de grootste kruidenier van Nederland is die op de kleintjes let. En dat vind ik stom. Afzender Lotte, 8 jaar. Helaas fout. Albert Heijn pindakaas, want dood ga je toch. Of Albert Heijn pindakaas, want je krijgt toch de kanker. Ja, allemaal leuke reacties, maar helaas fout. Hier, Ijf kiest de bruine pindakaas die in het potje zit met het dekseltje erop en dat etiket. Maar dat is fout. Nou, komt ook uit de Briel. Wacht even. Hier, de vierde van links. Dat is niet goed dus. Ijf hoeft helemaal geen pindakaas te eten. Want ik heb ome Joop Landré horen zingen en dat werkt ook laxerend. Hè? Ja, ik weet wat je bedoelt. Nou, er zijn verder ook heel veel mensen die er veel meer verstand van hebben dan wij. En die zeggen, zo'n reformpot, daar zetten ze wel reform op, maar dat zegt helemaal niks. Of die dextrose die hierin zit, dat is gewoon onschuldige druivensuiker. Nee, druivensuiker in pindakaas? Ja, of ze schrijven van je kan het gewoon ook zelf maken door zelf pinda's te malen. Oh ja. Deze houdt helemaal niet eens van pindakaas. Goed, hij heeft nu de winnaar. Ja, de winnaar. Notaris? Hey, notaris? Ja, ja. Kan hij even? Ja, kijk, komt er aan. Nou, daar gaat hij dan. Niet kijken. Nee. Nou, deze is het geworden dan. Hij moet de calvé-pindakaas nemen omdat hij weet wat erin zit. Als hij het dan niet overleeft, is het zijn eigen schuld. Ja, dat is goed. Dat is goed. En dat is ingezonden door Marleen Beesems, Achterdorp 15, Kesteren. Marleen, van harte gefeliciteerd. Jij, of mag ik misschien zeggen u, mag hier op onze kosten komen eten. Nu nog even de prijsvraag van deze keer. Hoeveel nertsen gaan er in deze bontjas? Stuur uw oplossing naar VPRO Televisie, Puur Natuur, Postbus 11, Hilversum. En net als de vorige keer kan de winnaar met 2 man in dit restaurant gratis komen eten. En u kunt in dit restaurant Eldorado in Vught dit speciale Puur Natuur de komende 4 weken krijgen. En dat is tot de dag van onze volgende aflevering op 29 december. De laatste dus van het jaar. Tot de volgende keer. Ik heb de zomer in mijn kop, ik ben niet meer te houden. De lucht die zindert van geluk, niemand brengt me van mijn stuk. Straks loopt het uit de klauwen. Want ik heb de zomer in mijn kop. Ik zei wat hier en ik zei wat daar. En de natuur zorgt voor de rest, die laat ik rustig op haar beloop. En dan groeit het als de pest, zo krijg ik puur natuur, puur natuur. Juist in de komkommertijd ben ik op mijn best. Joehoe!